Hasu. Ha, ik kom smoothie fietsen met een aardbei van Marcel Dings. Mag dat? Dat lijkt me lekker. Ik doe mee. Kom binnen. Gezellig. Zullen we beginnen met fietsen? Nou, wacht nog even. Dit is natuurlijk mijn kans om ook eens even rustig met jou te praten. Hoe vind je het eigenlijk om vlogger te zijn en van die filmpjes allemaal te maken? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Het is ook super interessant. Ja, ik doe het ook graag. Ik ga er met plezier naartoe. Dus ik vind het super leuk en kan ik natuurlijk ook oefenen om vragen te stellen. En ik heb er nu ook één voor jou. Oh! We hebben nu vlogs opgenomen voor Limburg Gezond TV. En hoe ging dat nu eigenlijk te werk? Nou, hoe ging dat in zijn werk? De LLTB heeft ons benaderd of we met jou die vlogs willen opnemen. Ze hebben daar boeren en telers door heel Limburg voor gebeld van die daarin geïnteresseerd waren. Om hun eigen product, hun eigen omgeving ook eens in beeld te brengen. Met natuurlijk het idee erachter van, als jij het doet, dat ook de jeugd geïnspireerd wordt en ziet hoe wij hier in Limburg ons gezonde voedsel krijgen. En hoe goed al deze boeren en telers in Limburg vooral bezig zijn. En we zijn op pad gegaan. Nou, je weet er alles van. We zijn op 4 plekken geweest. En ja, we hebben alles heel mooi, denk ik, in beeld gebracht. Zo hebben we de eerste video opgenomen bij Katie Huijnen. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar wat heb je daar allemaal geleerd? Nou, ik heb natuurlijk veel over de koeien geleerd, over de vleeskoeien. Die zijn veel dikker, veel meer vlees ook aan zich. En de melkkoeien. Ik heb de tractor gereden, ik heb veel over de koeien ook geleerd. Dat is heel leuk. Ja. En buiten de koeien hadden ze nog meer aandacht voor de omgeving? Ja, dat klopt. Er kwamen wel eens klassen van scholen, die kwamen daar dan kijken. En ze hadden heel veel landschap er nog omheen en dat was ook van hun. En dat deden ze dus ook beheren. Ja, boerderijeducatie, landschapsbeheer, super. Daarna zijn we natuurlijk ook bij Gert Kusters geweest, bij de varkens. Hoe vond jij dat, Maurice? Ja, ik vond het heel leuk. Voornamelijk, ik heb vroeger met Gert gevoetbald. Dus ik vond het heel leuk om hem bezig te zien in zijn eigen bedrijf, de passie van Gert. En dan allemaal die biggetjes die net geboren waren. Oh, die waren zo lief, leuk en schattig. Ja, en we zijn daarna bij Marcel Dings geweest. Daar heb je een heleboel aardbeien mogen proeven. Maar wat heb je nog meer geleerd? Behalve dat aardbeien lekker en gezond zijn. Nou, dat de insecten die daar waren heel belangrijk waren. Dat de aardbeien daardoor beschermd werden. En dat vond ik heel leuk. Ja, interessant. Nou, Maurice, ik heb ook een quizvraag voor jou. Kijk of jij goed hebt opgelet. Oké, zo. Wat is het verschil tussen Romanesco en bloemkool? Romanesco is torentjes bloemkool, toch? Ja, maar wat is nou het verschil? Help me eens. Nou, bloemkool krijgt geen zonlicht omdat de bladeren worden dichtgeklapt. Bij Romanesco is dat niet. En die blijft dus groen omdat die wel zonlicht krijgt. Juist, ik zal het nooit meer vergeten nu. Ik beloof het je. Is goed. Jij bent op al die 4 bedrijven geweest. Wat vond je nou het leukste? Nou, ik vond natuurlijk het leukste dat ik bij ze allemaal mee mocht helpen. Ik heb bij de koeien heb ik ze van de ene wijn naar de andere mogen doen. En ik heb tractor gereden, ik heb biggetjes mogen vasthouden. Ik heb ook geholpen om de aardbeien te plukken, de bloemkool te oogsten. Dat was echt super leuk en super leerzaam. Ja, dat heb ik dus allemaal gedaan. Maar wat heb jij al die tijd nou gedaan eigenlijk? Hoezo? Ik was jouw privéchauffeur. Ik moest de belichting en het geluid ook nog in de gaten houden. Ik had het super druk. Oké. Ja, waarom zou het eigenlijk voor de boeren en de tuinders zo belangrijk zijn om te laten zien wat er gebeurt op hun bedrijf? Nou, zullen we dat aan Marcel van de aardbeien gaan vragen? Dan kunnen wij ondertussen zijn aardbeien gaan smoothie fietsen. Lijkt me een fantastisch, lekker en gezond idee. Hier komt Marcel. Nou, Soermaries, dat is een goede vraag. Wij vinden het belangrijk als boeren en tuinders dat jullie weer weten waar het eten vandaan komt. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat je het in de supermarkt in het schap vindt, maar dat is niet zo. Dus wij vinden als boeren en tuinders heel belangrijk dat we jullie kunnen laten zien hoe het groeit, hoe het bloeit en hoe het geoogst wordt. En daar leren jullie waar het vandaan komt. Het is ook hartstikke leuk om zo op deze manier mee te werken aan Limburg Gezond TV. Hartstikke leuk hoe jullie het ook ingevuld hebben. En Sue, ja, je bent echt een toptalent. De vragen die je stelt, de leergierigheid die er uitspreekt. Maar ook hoeveel je er al van weet. Je stelt de juiste vragen, dat staat mij weer aan denken. En stimuleert me alleen maar om dit vaker te doen. De kinderen, daar begint het bij. Die moeten we vertellen hoe we eten produceren. Ga zo door. Ik heb ook hartstikke leuke reacties gehad op de vlog.
Dit stimuleert me alleen maar om dit vaker te doen. Jaarlijks heb ik minstens een keer of vijf dat er van lagere schoolkinderen tot de hassers die de eerste jaar die komen snuffelen, tot businessclubs hier komen kijken. En steeds meer collega's zie ik dit ook blijvend doen om te laten zien hoe we het voedsel produceren en hoe we dus het gezicht naar de samenleving hebben staan. Nou, Soemeries, geniet dadelijk van die overheerlijke, supergezonde smoothie van de allerbeste aardbeien die er in Limburg groeien. Smakelijk! Ja, volgens mij is die klaar. Die van mij is in ieder geval klaar. Nou, ik denk ik ook. Van die heerlijke aardbeien van Marcel hebben we een heerlijke smoothie gemaakt. Die gaan we dadelijk samen opdrinken. Ik heb nog één vraag aan jou. Wat vonden jouw familie en vriendinnetjes eigenlijk van het werk wat je gedaan hebt voor Limburg Gezond TV? Nou, op school zijn ze er ook iets van. Dat vonden ze ook allemaal leuk. En thuis ben ik nog een keer met papa en Santi terug naar Heerlijk geweest. En heb ik ook nog iets verteld over de koeien daar. Ben je terug geweest naar Katie, zeg maar daar? Ja. Oh, wat gezellig. Maurice, wat vond jij nou eigenlijk het allerleukste van het opnemen van de vlogs? Nou, in de eerste plaats jouw professionaliteit en jouw enthousiasme. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat je later in goede tijden slechte tijden komt. Maar de passie van de boeren en de telers over hun fantastische, gezonde producten die ze maken, dat spreekt mij enorm aan. En ik ben blij dat we dat hebben kunnen laten zien. Ik hoop dat we dat nog veel meer kunnen laten zien. Ja. Maar daar zou ik eigenlijk met jou op willen proosten. Is goed. Voordat wij dus naar de funnies gaan kijken, wat ging er fout tijdens de opname of wat was er extreem leuk, gaan wij proosten. Gezondheid allemaal! Gezondheid! Op Limburg Gezond TV. Wow, dat is pas lekker. Oh. 1, 2, 3, ja. Oh, dat was toch verkeerd. En zo te zien is het ook nog goed vochtig. Dat klopt. Nou. En poepen proberen wij aan te leren dat ze dat allemaal op de wc doen. Maar dat is een beetje lastig. Maar in de winter staan ze op stal. Want in de winter staat er geen gras in de wei. En dan... Doe nog maar eens. Oh, die is aan het poepen. Hij moet alweer poepen. Wat doe je in de kop? Dit was mijn vlog vandaag. Nee, meer.